Jereveen keer net stunten in Eindhoven. En Kambuur pakt een hele knappe oefening in Doetinchem. Mijn naam is Arine de Boer. En dit is de Sportkaast van Omroep Friesland. Dit is goed voetbal hè, van PSV. Nou, het sexy hier van Jereveen. Maar Tilman, die heel doel bij de zwarte Beeldenleider. Ja, dan is hij dan toch. De doelpunt van PSV maar goed stil. Op drie keer is Kinnemoorne in maar jou erbij. op prij 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 nee ja, hij zit erin. Daar die al. 0 al. 0 komt naar binnen. Een al hele Het is een veilige. Het is een veilige. We moeten hingen. Is het tol, Ja Marco Niet op het goede plakje. Vier 0 al. Vier man, oh, man dat het heel mooi. 16 meter gebied, maar niet. Ho, ho, ho. zwijnt hier de veer, En daar is dan toch de beslissing in het voordeel van voor PSV. Pepi komt in het veld van Luc de Jong. En dan is hij hier op hier in mijn keeper, Noppet. En dan is het toch een echte spits. Hij maakt het hem. De Marie komt door Smit. Ja, dan geeft hij de rol in. Dan geeft hij de rol in. Hè hè hè. hé. Roberts, hoe ja, en ze zitten er wel leer voor. Ander Faber, Roel van Vries en uw speciale gast, Ik zoek het, Els Wieken. Ja, ja. <laughs> ja, 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 Kom, ja, ja. trainer Henk de Jong. Moeders, de wist Henk. Dank u wel. Welkom. Ja, ja je investeert nou in de Ja. Verrast hij dat? Nou, ik ben elke dag met de jongens aan het train. Um, het verrast me net. Ik show elke, elke dag. Nu krijg ik betraind. En dan denk ik: hè, we kennen die jongens, die worden steeds beter. Dus ik, ik shot er net raven op. Nee, want eerst de eerste wedstrijd aan, dan zit op het trainer van nou, of op uh, naar de op tribune en dan denk ik van nou, ik hoop net dat ze verliezen. En nou zit je op de tribune en dan denk je van nou, maar hoe volle zorg Ho dat het? Ze het ja, precies. Ja. 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 Nou, dat is natuurlijk net zo. Heel die laatste U-wedstrijden, uh, stik voor stik, hele dreige wedstrijden. Uh, die het wel elke keer hoe de streek loopt. En eigenlijk waarin het grutse pad van de wedstrijd ja, vrij gemakkelijk Cambuur Oerijn bleeuwt. Het wordt uiteindelijk wel elke keer weer spannend, ja. uh, maar ze winnen het wol. Ja, dat is wel een verschil. Maar uh, de eerste wedstrijd. Ja, klinkt wel wat verkort. Trouwens, ja, dat klopt. Ja, komt dat terug? Ja, komt het tot he? ja, kom Sinterklaas? Want Sinter begin Sinterklaas we weer Sinterklaasen versie En daar laat hij maar corona op bed. Nee, want ik zie, het, dat in de studio vorige week. Oh nee, dat is Maar echt. ik ja. heb vorige week bij Cambuur wedst. Wie erken ja. je leuk, die wat? is hier kan dus. Oh ja. Nou, hadden wie hadden dat hulp... misschien de haatrenner? Zo, so, we gaan een feestje van Diana. Ja. Ik ben hulp op de meest minder haar uh, corona. Oh ja. Waaronder mijn eigen familie bijna al en. Uh, Burghout, mijn assistent had het nooit. Dus uh, ja, maar het is toch nog uh, bot, hè? Ja? ja, het klinkt besmettelijk te wijzen. <laughs> ja, maar daarom zit ik. Ik zit. Nog voor jou, Henk. Nog voor mij. Hoeveel stond je hier, Rulof? Nou, wat zie ze? De uit de van, sorry, dus ik <laughs> nee ik zou ik het uit van de schoen. Ach, nee toch? Nederfield, ik ga ze. Ik sta bij de Cedar Molden, maar ik zit net op blad vanaf zo. Dus nee, nee. Dan, nee, nee, nee. Dat, nee. Ik ben net naar zaal, opgelost van dat mysterie dat. <laughs> Ja, ja, dat is een beetje, ja, ik ja, nee, een beetje. Dat, is, nou, dat ja, maak, dan ik, dan maak ik dus zelf wel. Vorige week hier in mijn dat die jongens even het fit winnen. En, en, maar die jongens, die ben jonge jongens, ik denk dat die sneller herstellen. Die hoe snel mee te testen. Hè. Dus als je een koorts was meisje, ik sporten. Dus uh, die gaan gewoon voetballen voetballen, je griep een ja Maar je winnen dus in Doetinchem, maar dat wil al even een donderspiets speech vernedigen. Nou, hoeveel een dat... rare win heeft Ah, dan Ah, dat maakt hem denk ik, maar net zo'n rare winst. Dat hoeft niet meer. Maar, raar, wat voor rare winst? Nou, ik hou een rare zijn. maar ik ga echt voet erop, jongens. En dat... Dat ik vind dat wij het eerste kwartdoor Dat wij alles gewoon onder controle hebben. En dat we op uh, bepaalde momenten achteruit rennen. He, omdat de graafschap een keer op peelt zit wat maakt het dat uit? He, dan ga je terug en je van de goal afspelen. En, en als je druk zet op je ene kant en de bal gaat naar de andere kant, dan ga je vol in je ene je terug. En dan rennen we terug ja dat vind ik zonde dan dus doost die zelfs vierste kwad ja. maar in wat voor categorie lukt best worden dan hoe, hoe maakt dat zijn ja. Uh, ja, net, dus net, wein, net net meer ne nee maar nee. kan net scheld worden maar maar dat je dat we zelf eerste kwad doen en dat we, en, en, um, dat we, dat we uh, duels pakken met als man als kerels want we wonen de top en, en dan ga je net achter uiteren en geen duels en, ja, dat doe ik dan op mijn eigen manier. En maar niet eens letter dat ik weer voor de hè. Dan, dan, dan draai ik samen om naar normaal en dan is het klaar. Hoe vaak per keer dat dan? Elke... Net elke week. Nee, maar dan denken ze haast helemaal weg. Dus het is, ik vond het nou nodig, omdat we eigenlijk het laatste kwartier samen onder de voet eraan worden. Je meen eigenlijk nog wel gelokt dat het nog in je nou, is hierbij is? Het sloeg echt nergens op, toch? En, en, en we spelen goed en we waren de bal niet meer te voetballen en, en we waren niet meer de, de bal te vregen. Ja, dan, dan wil ik pissen. Net omdat we best een bestje verliezen, al was het nog het niks maar over alweer zelf te kwadoren, dat vind ik zonde. Ja. En, en, dat, en dan moest ik wisselen en, en dan pakte de twaalfhalve glodder goed Want ja, dan was het een feestje drijfauw. Andor is wel ik een uh, krisbeem in de hoes? Nog net. Nog net? Nee? nee. Kom nog. Nee, kom nog wel. Ja. En want toen heeft natuurlijk verkeering. Ja. Weet je wel. Ze moest eens te groen na trouwens. Gisteren... Oh, dankjewel. Ja, ze hadden zijn... je een hette, vage omhui. Mij... Precies. was een keer groen. had je daarnaast een krisbeem mutsziekje? Ik doe je met Antigüera. Eh, uh, ja, misschien wel, we hebben er nog net wel gehoord. Oké, okay, en wat bepaalt dan uiteindelijk? Zij of zo? Nou, ik heb mij net volgenskillen, dus ik denk zij. Zij? Nee, okay. net samen. Hè? Nee, oké. Okay. Nou goed. Jongens, we binden daar De stellingen. Uh, Roelof. Ja, je verwacht je dan dat er nog een aanleiding komt. Dat komt om vraag, maar. ja, maar, ja. heb Ja, nee, nee. Er is een klas of lodder. kan zijn maar, ja. kleden, maar, ja. maar de lampjes erin. Dus je zet. op. Ja, maar oh, ja. hier, hier. Kant en kleer, ja. bij vliesekadoos.nl. <laughs> nee? Dat Henk Tiet had om hier te zetten, man. Ja, dat ja, is een ja. dorkeman. Ja, 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 ah, man, ja. Diana die doet in die, in die kerstpakketten en, en dat is, ik vind ik, wel machtig werk om een beetje, beetje te helpen, maar ja, ik had niet Tiet. Maar Henk dus hoe je ma vaak zoest dan een tikkie nee, naar Arjen de Boer? Want nou maakt hij reclame van die model. Ja, ja. Hij ja. had hij eigenlijk ik persoonlijk meer of meer op het Hè? op de, de trainerstoel stoel zetten. Op een op een de het wel. Hoe de is het jongens? Het kost het wat man. Wie dat is. soms iets genaamd <laughs> denk ik. Nou, dat gaat hij weer. Nee, nee, want we gaan we praten. Oh ja. <laughs> okay, okay. Jongens, de stellingen, rol Het is nog maar december, maar ik ben de wist van PSV wordt kampioen. Zo, nou, je moeilijk. Ja, ik denk dat PSV kampioen wordt. Ja, oké. Heftige conclusie. Henk, Shirine Spitsen, zo heb je haar trainen bij Cambu willen kennen. Ja hoor. Andor. Ik ben Tues de Baas. Ja. Kom ik er toch nog op bij om? Hè? Ja, Toch nog. Oh, Henk. Mooi Henk, ik knuffel nog volgens mij Sylvester van de Water. Ja, zeker. Andor, dit is het laatste seizoen van Michael Bruy bij Kambuur. Ja. Rulof, ik in het Henk de Jong-effect. Ja. Andor, ik in het Henk de Jong-effect. Ja. Nee. Henk. Nee. Dat wist nee. nou, nou helemaal net wat ik vreeg, joh. Oh. Uh, de graafschap hier eist wel een puntje. Nee. <laughs> nee. nee, maar uh, we kenden het net omheen, enk. Want uh, ja, Ruloff zei het van: ja, ik ben altijd wel heel erg positief. Maar nu neemt het oer op 15 <laughs> gaat Rolof oktober. Oh, ja, maar ik ben met dat de. Uh, ja, scoreboetsjoen toch. 15 oktober neemt het oer van Charles T. Je verliezen de eerste wedstrijd van Nakbereda. Vervolgens win je, of in elk geval, je verliezen geen enkele wedstrijd meer. Nog een wedstrijd in Obriegen. We wil willen er net mee verlengen. Je hebt dezelfde stijf, je hebt dezelfde spielers. Uh, je de vraagt niet elke die je in het, Utz van hoe dan? Nou, zo, ik. ik um, wij gaan in hoes helemaal niks. wat aan succes of wat dan ik. Uh, door te denken, Aan de Mjorn of wat dan ik. Dus het gaat net om zelfverheerlijking. Ja, uh, uh, met Henk de jong effect en dat soort dingen. Alleen ik ga wel wat, denk ik, in um, verdedigen. Uh, aanvallen, wie, wie heel vrij goed. Hè, maar daar ga ik. Charles uh, doet het op zijn manier. Uh, Kees van Wonder doet het op die manier. Henk de Jong doet het op die manier. Ja, en... Cambuur en, ja, is een aparte club. Ik denk dat ik daar ik pas als trainer. En hoe voetbal voetballen wil en hoe ik mijn meisjom ga in. En... Uh, ja, ik denk, het, ik denk het, dat, dat ik mij speel Maar je ja. is het concretiseren inderdaad. Want ja. wat, wat Arjen zei, die vragen spelen natuurlijk wel bij een heel soort meisjom. Ik, ik heb hier... Het, het Grutte Henk de Jong receptenboek. Ja. Maar wat is het recept als je een Kambuur werd om het voetbal in te heeft? Nee, maar dus als je een goed voetbalidee hebt, dan krijgt iedereen het voetbal. Dus dat kreeg we bij de Graafschap, dat kreeg we bij dan dat kreeg je bij Harkmansenbois, dat Het gaat om een idee van voetbal wat je had, en daar train je goed op. En, um, en je ging goed met meisjes Want ik vind dat een hoofdtrainer. Um, dat werd, dat werd vaak een, het vaak aan Het voetbalidee met helderheid. En wie kan bijvoorbeeld aanvallen En er wordt een heuffedigd. Nou, hoe doen we dat? Daar haak ik mijn plan voor. Daar helpen jongens mee en daar de jongens mij al En dan met de spelersgroep elkaar in. Maar doe best als trainer. Ik naar Jemta. Uh, best ik verantwoordelijk voor de hele sfeer die bepaald wordt in, in, in het stadion. Dus dan haak ik het over de kantoren, hoe de directie, hoe uh, de pers. Jem van Neemek, hoe ik met Jim omging. Um, uh, het is gewoon een totaalpakket van alles wat. Wat bepaalt al je succes, vind ik? En ik denk dat je ouder wordt, want ik ben ook een beetje ouder, dat je beginnen begint te beheersen. En dat je net direct in de waarheid zou een keer verliezen. Of wat dan nee, maar je doet het maar dezelfde spelers. Rolfe had Rolf het wel eens een keer Rolf, daar Rolfe had toen die ineen die dienen, wie dat eigenlijk Rode. rode en ja, Helmet, 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 Uits, Sport En toen zei uh, je er zo van: kampen ja, rode, ja. Ik, ik ben eigenlijk net zo onder de indruk van dit kambuur. Nee, ik ben, ik ben nog altijd net. Alleen, ik nou, ja, toen ik bij zijn. Ik ben eigenlijk om Nauta uh, nog uh, net onder de indruk van geen enkele ploeg in de keukenkampioen-divisie. Dus ik weet niet wat dat het niveau is. Ik nee. vind Helmetsport toen echt heel erg min. Ja, die klimmen nou ik maar. Het is net: dat kambuur better football als onder Ultra. Ja, natuurlijk wel. Oh, dat wel. Ja. Daar hoef je geen professor van te wijzen. Ze uh, spelen beter. Uh, en dan is er altijd wel de vraag: in of hier komt dat wel aan het trainen? Nou ja, het verschil tussen uh, Ulte en Henk de Jong is nou wel Sadana kunnen dat je natuurlijk wel serieus kinderen dat, dat, dat Henk daar dan wel een effect op had. Die, uh, die conclusie is wel. De, nou ben je vierde de, toch ook dezelfde spelers? En dezelfde ja. ja, ik ben nog steeds net wel heel bot onder de indruk van de spelers. Nee. Alleen nog, uh, ja, ik vind een twaalde nou wel een beetje Bob uitstekken... maar van de rest het is toch al wel een hele goede. Ik je het niet in één keer. Weer. En wij winnen bejaarlijk en en nou zijn je in de laatste seconde, maar je maakt je van me geliek. Ja, het is een en hard. toch een pad dat het zin verliet. Ik negen we punt en de zo zei ook Dennis. Stroog nou, er is niet ja. die de boogkop kan. nee. Bob is hier een keer. Een dus ik zam maar bij die eerste waar je en en derde. Ik vond ik vond die wol op de startkijkt verbaasd me net heel erg dat vierde steen. toen ze de zeiden we nou maar we tussen de plakking 4 en 8. Ja, maar dat toen dacht ik wel. Nou, dat is wel heel negatief. Wat ah, Sam in Bim ik we net. Dat, dat, ik, ik zag echt vooruitgang in die jongens. Toen dacht ik, en dat denk ik nog steeds, als wij tussen Fjouwer en Sons spielen, het zit wel heel ter kwam. dan, dan doe we het gewoon hartstikke goed. Alleen ik, zo'n ik, dat wij gewoon in, in het veld gewoon echt ding goed doen. En op de training is het echt net normaal goed. Ja, dan begin ik te denken: oké, okay, nou, dan we daar eindigen. kennen. Nou, speels na de competitie is alles mogelijk. Maar ja, je wist nooit hoe het gaat. Hè? Dus toen zij je. Toe krijgt, zei, uh, wie steekt er wel voor je bovenuit? Het is niet een, een relatieve punten relatief. De vind ik die, 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 die paard nooit nog twee wedstrijden in de ze winnen, dan zit ze niet een keer erbij. Als ja, je de verschil in de Eredivisie bent, heel groot. Hè? Tussen ja. uh, nou, Liverpool is een nummer 4, 6 is heel groot, maar tussen Sijs en saan is dan nog wel Grutter. Tussen saan en 8 is nog Grutter en daaronder zie je dat dat wel, wel redelijk dichtbij al zit. Fortuna je winnen van Pek Wolle, uh, Zwolle keer weer winnen van Herakles. En dat kun je een beetje trolloeken naar het begin van de keukenkampioen-divisie. Zijn de verschil, ik net zo heel groot kan financiële mogelijkheden. De Grange stekt er natuurlijk wel buiten en ah, die kloongen die zitten wel vier boven ja ja maar vier staat vier boven ah, ik vind net hè als toen miljoen meer had in de KKD dat is een hoop ja nee. ja wel maar ik denk dat well. Green strijkers is volhadden zeus ze hebben wel meer dus, eh? dus ik snap die jouwe positie, snap dat is een hoop, ja. noem even een een andere want andere hebben nog niks aan. nou ja kijk hoe de crisis <laughs> Ja, ik zoek eigenlijk een vraag stellen alleen dat toen klapt er in hier keer weer in. Maar je de recepteboven dus, in grap ja. dus okay. leuke grap. Wat, uh, ja, wat voor vraag is? Het? Nou ja uh, inderdaad dat die vraag van hoe het nou kan dat het nou in ieder keer rent en uh, uh, de neemt de een een voorbeeld maar kist dat concreet maar iets iets is wat Hesto toen werd toch dat het nou Nee ik 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 word het ik ik word het oppervlakkig. Want ik vind het helemaal net, net, uh, net ik, ik, word het, ik word het net. Neem de kist toch iets neer? Nou, oh, uh, in, in nou, ze wat niet nou, het, maar op verdedigen had. Oorsverdedigen. Dus oorsverdedigen op middenveld met een oorsverdediger voor een. Hoe oors? Of nou, was dat net precies? Ja, in de manier van druk zetten, maar ik dan een tegenstander aan. En tegenstander, als je dan net me en dan is die vrij. Dat is een heel simpele ding. He? Dat is een kijkers als een man extra creëren uh, op het middenveld of op de zitkant. Uh, hoe doe je dat? Maar dat is ook, als ik al je bal net haal, dan. dan dan proberen wij zo snel mogelijk die bal weer om te krijgen. Dat is een rikkengedachte achter. Want als het heugelijk druk komt het minst in keuzes. Als het inzak is, lijkt het een tegenstander die ooit in keuzes komt. Dus eigenlijk probeer je het makkelijk te maken, dat zo heug mogelijk te doen. Nou, En dan haast een tegenstander. Nou, en daar heb ik een protobeel van je lid. Ja, en wij je die tegenstander en wij zelf? Nou, En, en dan krijg je de je de schuld, maar dat vind je net recht. Nou, en dan pakken die jongens geweldig op. Dus dat ben ik en een manier van, van voetballen, dat komt heel precies. Er ken het in je niet ik ken het Naaidwan, hoe Peter Bos voetbalen wil of een oren trainen, maar normaal ken ik het Naaidwan, hoe ik voetbal. was. Maar kist dat dan met deze spelers, dezelfde resultaten, hel je als met het kampioensteam? Als je bent, toen met het kampioensteam begon, toen um, het een jongetje meer, Andor? Wat weer, nee, een jongetje. Nee? Ja, achtje denk ik. Nee, ja. nuontje, nee, nuontje, als je binnen dit komt, dan keer je Rulle altijd op zieke lid, dan moet nee, maar het kan Serieus, toen hielden we al je jongens hier aan, Lutsen. En we zijn de maten van die 18 of 20 die er binnen Fjouwen roer. Toen zei iedereen: herkennen, er wordt niks." En hoe kijkt ze dino voor de dino voor de een dino voor de En wat maat ze mij meest Hoedemakers van AZ Jamie en mijn Jacob. Jamie Jacobs van AZ, twa. Wat maken we er mij. En Robert Muurman had er nooit daar een goal maken. En Eris Kouten is te traag, had de knieband eraf gewoon. maar het gaat erom: hoe gisteren mijn jongens trainen? En, en dus, Mat, voor zit er potentie in. He, maar dan gisteren mijn jongens trainen en dan maken ze daar een ploeg van, want dat is ik belangrijk een team van. Um, die zwarte voetbal, die zwarte verdediging. Die nergens bang voor is, eigenlijk. Wat ik van de week een kwartier lang was, zeg. Bang voor jezelf. Maar kan het wat toeslag is, kan het nou weer Met deze jongens. Kind dat. Ja, toen jonger ik er niet in het zin voor toch? Dus alles is mogelijk. Alleen Ja, dat weet ik nou nog net. Er zit wel een verschil natuurlijk met dat team. Want dat wie volle uh, geroutineerde. De gemiddelde de leeftijd, derlei hegen. Als het team dat snel gaat. Nou ja, hij zit er nog heel jong. Ja. Maar wat vond de meest verniezen kalon. Nou ja, toen net z'n volle, maar uiteindelijk toen hij erdoor gegierd, toen iedereen klon, op een bank vormde. Ik, ik weet van mij de eerste die zei: ja, maar Ik wil je zo'n klon horen. Mm -hmm. Want dat man dat daar geweldig. Dus eigenlijk zei ze Alleen gewoon, die leren? het kind, het kind gewoon. Hé, hey, alles kennen, alles kent. Je bent ik net gek. Je hebt zeker wat er gebeurt hè? Ja. ja. Dus alles kan, alleen Ik Ik hiet er onkundig ik, ik richt ze woont, me, me, ze woont, ik, me, ze woont ik, maar hier net het leeuw, ik, 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 richt me, ik, ik richt me gewoon op na-competitie en alles wat er nou mee gebeurt. Maar spelers roepen op een game met ik. Hè, wat gebeurt er?". Die denk ik. Hè. Ik kan de beelden, Charlotte, met, met mijn jongens. Hè, Ruben hier de beelden kleren. Hier ik je nog geknipt. Hier 30 momenten waar wij een goalmatch kennen. 30. in Ierwetse uitwedstrijd op een hulsvier gespeeld bespeeld derby bij, bij de de Ja, dat is, dat is net normaal. Dus ik denk wij expected points Ik bovenaan, hè? Ja, dat zie je trouwens onder UT ik al. Ja, maar de de kansen die wel, die ik ja. gewoon bovenaan staan en er must now hè. Als dit de bij bij Aftrekken, optellen, dan, dan uh, 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 ja, dat is het bovenaan. Maar dat is op dit moment. Ja. Niet zo. Dan woorden ze natuurlijk heel graag Sander van der Heijden erbij he? uh, ja. Dat is net slag, maar dit valt gewoon net te combineren van Sander, machine, ja. uh, machinebedro. Maar was dat ook misschien nog wel iets veroordeeld in de technische stijf? Nee, ik wil niks veroordeeld. Ik ben, sorry, uh, ik, ik, ik weet een ken van de club hoor. Huh? Uh, ik moet zelf nog maar de club, hè? mijn hart zitten. Nou, meestal is dat in niet een regel kleren. we leven heel Ik ken mijn hart. Ik toen net uh, toen bij de graafschap weer ging wekelijks. Even contact, uh, ja, dat is gewoon dat kan in 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 hè? Uh, En had hij al wij al trots om Ik ben hartstikke tevreden. Noem je staaf, Hartstikke tevreden. Ik krijg huilen aanmeldingen van mensen die assistent willen worden, worden. Uh, zeker toen ik trainer werden. En toen Sander net trok ging. Maar ik ben ik ik. ik vind... ben een heel soort mensen hele bellen en die zeggen: ik wil Goal die assistent. App, dus, ja, die ja, ja. assistent van Kam van Kambeuren. Ja, met Nee, Nee. Oh, nam. Nee, nee, maar dat wist wel. Dat dat weet je wel. Nee, nee, Maar. Ik ben heel tevreden. Ik, ben, ik heb Martijn Bartho, Jeroen, uh, Jeroen Burg, Burghout. Van de week, Jeroen Burghout is een jonge fan. Martijn Kembo, dat is, is meer de rustige, de, de, alles op orde. Ik ben meer de man die flink de oerder erin als een olifant door de kast En als Jeroen Burghout, dat is een jonge fan. En, nou, die, brengt, die, brengt wat, die brengt naar je wat die noem ik de champ is je die die jong. Ken je x goed Engels? Ja, machtig. Maar dat is een unieke man, hè. Goed in standaard situaties, goed trainen. Maar hij brengt ook een bepaalde humor, wat ik machtig vind, hè? Zoals van nu in de bus zit, dan hebben, dan winnen we daar en dan, maken we terug. En dan gaat die, die grote, zo'n grote dingen, zo'n blaster, die gaat in die bus. En dan gaat hij met die jongens en een beetje een moois, een beetje een En die moderne muziek, hè, Jong. En dan zit hij bij. En dat vind ik machtig. Maar dat is de meer eigenlijk goed? voor Sander van der Heijden wie nog of was. Sander van der Heijden, wie mijn assistent wordt. Maar wie burghouder wordt, hier ben een extra hoor. En dat is hier gewoon Pietje nou toch, Sander? Nee, nooit niet meer. jij is net op field. Toen ik les bij de training weer zag, ik in dat kopje Ja, daar is Sander hier. je keek, zei ik, voor. Ja. Nee, dat is Sander niet meer. Nee, Sander. Regelt even en Nee, hij is niet jaar Nee, 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 nee. Nee, ik ga mijn eigen assistent. Nee, dat snap ik wel, maar uh, ik, wil, ik wil net Jeroen Burghout of wat op de kwartal Haas wil pak Nee, wij nee. nee, wij uh, één eh in geen uit van inku nergens meer. maar Dat dat is gewoon dat is stop. En dat mat ik ik ga bij Sander West, want toen speel ik nog uh, eventueel een andere club in het zuid twee clubs. Ik zei nou, woast, 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 woast mij, woast mij. Nou, toen zei eh misschien wel. Uh, want dan kan we heel snel. En uh, heel snel denken, heel snel dwaan, maar dat gang net toch. En toen bie ik bij een thuis, en toen zei ik: zijn vrouwtje vrouw, zie ik aan. Dat dat wordt hem net. Nou, dan had ik stop. En uh, toen wie hij één keer, toen zei ik: "Dan kun maar in de duikout zitten. Maar dan staan we gewoon niet hoe want het stinkt Iedereen er wel alles van. Maar ik ga dan ook gewoon mijn eigen assistent. staren. Je die die had er wat rollen voor je pensioen? Nee, maar dat maar, je rollen maar gewoon mijn praten. Oh, ja, dat wordt <laughs> dat, geen eigen probleem. <laughs> maar maar dat, iets hoor Henk, hè? Maar dat, stoppen, dat ik, ik, ik heb hem nog gezegd die maar hij heeft niet Nee, maar Henk, is <laughs> natuurlijk, heel lang Uitwest. Vanwege die kiest in Hoe gaat het nou, mij die? Het gaat echt fantastisch. Het echt fantastisch. Ik... Ja, ik... Nergens meer les van. Ik had nergens les van. Nergens. Ik, ja, ik had het altijd zijn dat het ding f is. En dan mag ik wel even herstellen, want, want in Hollen wordt het allemaal niet op het zagen. Maar, maar ja, ik ken nou alles weg. Je, jongens, jouw, ik moest eerst altijd jou van jou naar bed in begin. En dat word het begin. Dus Toen je nak dat gangsjaar boord, Die eerste week, wie net normaal. Hoe voegt die Dirk direct Goh, Iedereen woert van me. En ik moest eigenlijk leren om te werken. Gewoon om hier bij hem te zitten. En ik nee-sezen. En nee-sezen, nou ja, dat wist hoe dat is. Dat kist net zo goed. Alleen eerlijk gezegd, dat werkje leren, dat is de oren een simmer die Ja, Vleelon. dat werkje wel leren. Ja, daar wist toen wij toevallig, hè? Toen, ook. Ja, toen, ik ken goed mijn Klaas Houter. Ja, dat is een machtige mooie kerel. Ik vind Vlieland trouwens, trouwens, een schitterend eiland. Als ik op een boord zit, dan mag ik al in Praathoos komen. He, dan ik met Dijkstra maak, uh, een biertje drinken ja, of vier woeren, maar ja, dat gaat zat maar, maar ik, Klaas Houten, dan kom ik er. Nou, dan als in de fietsenkleren, nou ja, dan maak ik eens even wat genoerd van. Nou, dan ga ik hem helpen met de fietsen verhuren. Dus dan komen de meesten aan die, die Nee, ja, nah, dit kennen he. <laughs> hè. Ja, wij kwamen van de boot van de boten, Andor en ik en wie nog wat collega's ja. bij. Henk. Wij, wij hier in de fietshuur. Dus ja. Henk ja. die ook. Oh, die maar Ik wist, wist dat je kwam daar. Dus ik deel die fietsen naar je met en je oh. moet denken, die man hak ik wel eens vaker. Ja. Maar het nou oor, het, nee, dat is nou dingen ding een of helemaal net. Nee, je moet zelf ook al heel gek gekke mijn mak in het leven en uh, dat heik ik mij maken. Maar dan denk ze dat mijn weer nooit weer terug. Maar een oorletter, letter meid al weer drok. Ja, dat is maar goed. En, en de, nou, dat klopt precies, toch? Dan maak ik het ja. Ja. ja, Dus het gaat goed? Het gaat goed. Ja, ik kan kracht in de beelgen lekker. Hartstikke mooi. Roloff, werd PSV ongeslagen kampioen? O ongeslagen? Ja, ongeslagen. Ja, dus kijk de stelling, nee, okay, nee. Okay, okay. nee, die werd net ongeslagen kampioen. Dat kind haast net. Vol dat is volgens mij nog nooit in de geschiedenis is gebeurd. Nee. Volgens mij zit stijl Belgado, maar nog meer overwinning is nou Bob Ongen in de competitie. Maar dat, dat uh, ik vond PSV wel echt ontzettend goed in Jerry Vien. Ontzettend goed, en ik voel ze een beetje en ongemotiveerd En de wienzen in de dienst al vier waren net op hun best. Ik vond Bakke net zo goed maar misschien de Heerenveen, dikwijls, wil want ik vond ja. Heerenveen de laatste week ik hoort. Ja. dus dan snijdt Heerenveen eigenlijk onder troch die goeie ploeg. Ja. Want ik vond, vond Heerenveen hier, Veen. hier nog een stiekem gelijk spultje pakken. Dat vind nou. ik. Nou, Sip van ik. Sip van Otle, even hier, Sip van Otle en Andries Noppen. Ja, op een gegeven moment dringen we Psv gewoon eigenlijk terug op hun, op hun helft. En kunnen we er onderuit voetballen met hoe met samen en uh, ja, krijgen we wel wat kansen, maar ik denk dat we ja, wat sneller moeten schieten op, op het doel om, om echt gevaarlijk te worden. Want nu is het elke keer ja, net niet zeg maar, in de eindfase. Als je de score op dan hier die min ik net doen. Natuurlijk zijn soort kansen. Dat snap ik. Ook al Als je een beetje meer geluk hebt in de eerste helft, dan kan je misschien een doelpunt je Wel dat je je verdiend verloren hebt uiteindelijk? Nee, dat denk ik niet. Gelijkspel nee. ja. wel nou, ja, ik denk zeker hoe we vandaag hebben gespeeld dat we vandaag gewoon een gelijk spelletje hadden verdiend. Ja, maar een beetje meer geluk gingen we misschien uh, wat oorscaan doen. Ja, jongens, is dat nou echt zo? Maar het we hun rol nee. nog wel serieus. nemen? maar nou, PSV wiet ook won volle beter. Ik voel ik te opportunistisch van dit van deze man Maar dat is zo natuurlijk wel vaker dat een speler of een trainer een cracktail wat iets oorbeeld had van. Ah, ze komen eigenlijk naar de ja. wedstrijd. Ze zit nog in die emotie in die wedstrijd. Dus dat dan komen ze in, de, in de, de mix zone, zone van, te lonen. Ja, ja. Ja, in de uh, mooie mix zone <laughs> bij PSV. De PSV is de enige stadion in Nederland waar Jim Mix-zoon is. Dus het is net het uh, hokje waar dan uh, Peter Bos, dus die verhaal dat. Dan zien wij dan het uh, interviewen. Maar de Jorge is nog niet nog leuk naar u, dus Dat kan Maar toch denk ik wel dat Jared een redelijk goed gevoel ook oord hoor ik in. Nou ja, dat is het wedstrijd, want als je dit soort wedstrijden van Feyenoord bijvoorbeeld bij die Utrecht wedstrijd fijn hoort, de gongen ze de massage hier nou. Nee, maar ik vind, ik 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 ben, ken die jongens wel een beetje begrijpen. ze 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 ik al iets meer gelock hoor hè. En dit soort wedstrijden, mas gaan gelocken, Zij maar eigenlijk Troedewike tro, wat meer spelen en en de Champions League als je maar alles winnen en dan hier een keer mas hij komen en Hereveen in goede vorm en dan kerst de league spelen. en en vroeger die heer dat was, dan werd het wel nul. In hè, in faaspatience. Maar dan moest ik even een weet ik gelock

maar het op het juiste moment treffen. dit weer moment dit dat hier, is hier wolk in dit weer moment ja, 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 ja. Ja. en van Otter wat voetbal van Otterle want ja hij maakt het best een traditionele foutje zie een... contract erin neem mij hoor. Oh. Ja. Frank... <laughs> dat klopt uh, de, de Frank de Boer ja die altijd dat is dan meestal in de passing en Frank dit, de, de Boer hier dat maar ja ja per wedstrijd. Ja. nou ja dit wie dan ik zie in hij een hele nou, ja, ja, goede ik... wedstrijd. hè ja, hij had een hele goede inspelpassen dat is echt fijn als je dat hè weer ik denk het ik nog maar Paul Simonus hoe de assistenttrainer Farwest toe. van nou ja je bent fiets bij een misje en dan dat is wel lekker dat fiets, hier dan die lange Luc de jong je kind. maar hij zei ja maar ik vind van alles eigenlijk misschien wel een betere verdediger echt weer? want Kenneth Perez is analist bij ESPN en die zei van Otter zit net op een goede plak eigenlijk maar dat is hij kent het verdedigen hij had een hele goede paas maar hij kent het verdedigen ja hij hij toen die in begin in bij Jervien dat was toen voelde ik heel iets in op de positie kijk verdediging ja precies ja maar daar zit nou Tom Haaien hij ja, zou misschien is, aan Tom Haaien in de winter Fotgit. Ja, dat... zou hij daar dan kunnen? Ja, ik, denk, ja. ik, denk, ik weet het niet. Ik vind Tom Haaien wel goed. He. Ja, ja Tahiri-logische toch? Op die plak. Ja, ja met Tahiri heb je misschien ook wel voet in de winter. Ik denk dat hij in de winter wel Fotgit ja. Want die, die is te goed om op de bank te zitten bij Jervin, denk ik. Ja. Maar komt er dan nog versterking bij Jervin? Enig zicht op? Uh, nou, ze, bin, uh, ze wil graag linksboeten nog erbij. Hè. Maar dat daar wachten ze nog op. Het zal ik al oh, hangen van wat er eventueel nog komt qua uh, spelers die eventueel nog FOT Maar is zoals een Tahiri eventueel. Die dit uh, wel fat. dat is de verwachting, Saroui. Verwacht ik dat. En, en, en wat, voor wat voor biedingen komen van ja. Want Die bloot, fabuleuze. Dus ja, dat is echt dat net normaal. En ja, is net normaal. Ik verbaas me er een beetje hoe dat er in de landelijke media net zo volle over, over, over over, hoe hoe praten en over hoe goed Saroui is. Want nou ja, wij houden die wel vaker hoor. Hij is misschien wel een van de beste linksboetens van, uh, van Nederland. Noor Lang is beter. Maar. Misschien wel bij nou, de ijveren kin en manier om aan, maar de nog omheen. Natuurlijk, ja, dat is wel een ding. Nog ja. ja, maar goed. Ik oh, ja. hoef net betel voor hier. komen ja, maar goed. Al net Wat, wat heb he, je er niet alleen betalen? Meer dan 2 miljoen 1,8, ja, 1,8, ja. 1,8 miljoen. ,8. ja, zoiets. Ja, maar je Hendrik krijgt haar bal als ja, je dan heerst op links is en is er en hij op links is dat oplost. Ja, dus dan dan ja. Uh, maar, maar, hem ik voel, maar ik voel dat wel een beetje in de categorie ah. jij vindt Messi ik wil Harry wil dat dacht ik ja dat is niet realistisch ah, maar ja, dan taks misschien ik nou hè we gaan misschien een geldschieter die ja, 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 die okay. we dwaal wel ja. hè oh, dit dit kan iedereen zien dat dit een groeibriljant groei weer ja maar kijk bij Flan toen de eerste wedstrijd van Excelsior zit man die, die maar dat gebeurt ook nooit We hebben de Flan een keer van a z die keeper liet een hete he, gehaakbal kreeg we reed ka re kaart van die thuiswet ziet inderdaad dat verschil ja dat maakt wel winnen en krijgen we de kaart balkie die zit de bal achter de lange spits maar we winnen op dat moment van PSV we spelen wat iedereen slecht van Golden Eagles maar dat vond ik hartstikke goed 0-0 het zag heel meer weer toen net en als dan jongen de beer die het verschil maait op links ja dan dan is de ballaren voorstond wie en ik nog over wat puntjes. En, en dat is eigenlijk wel jammer, West vind ik. Dat is, hij is gewoon extra. Hij is net normaal. Nee, hij Dat net hij maar een 3-plus opleveren van uh, Jervin. denk ik. Nou, dat, zou echt, dat zou echt mooi wijzen, toch? Ja. Want even hoe die jongen de fot ging. Dat is wel de verwachting dat hij misschien in elk geval onder eind van dit seizoen Jervin VN verliet ja, 50-50 voor /50 mij. Tahiri, kid foot in de winter. Ja, achterkant is wel vrij groot dat Tahiri in de winter stopt. Hoe zijn Ali? Uh, dat dacht ik wel. Uh, maar of die dan om het einde van het zoen op jou wijze. Zodat ik hem natuurlijk vooral wat voor clubs er vormen komen. Dat is een beetje gladde bolwerk. Nou ja, goed. Noten no we toch hoe zijn Ali? Hebben. Dat brengt me dan bij de prijsvraag van Vlin Wieken. winnaar is Ruben Nicolai Utjes maar Mar. Lokweenske, Ruben. Maar een heel soort Willem, maar die een XXL-shirt van de Flyers. Nee, mijn, mijn uh, vcsnits. Ik nog eens. De beker kreeg het in Utrecht. Daar kaarten ik ik voor. Ja, ah, nou, oh, misschien ja. zit wel, oh, nou, oh, misschien oh. zit, dan ja, hij ja, wel bal ja, ah, ja, Ruben en leuk. Henk gehoord. Uh, Ruben Nikolai. Ruben Nicolai? ja, net van de Lama's. Nee, want nee, die werden net in maart. Oké. Okay. Maar goed, deze week hebben we weer een prijsvraag. Te winnen, twee kaartjes voor de laatste wedstrijd van Cambuur. Voor de winter. Zo. Kambuur jonger zet. Het u het verkocht, maar we hebben nog twaalf te pakken. Goed zo, krizen. terecht. Nou, hoe komen we komen er vrede al, hè? Dus meestal maar te vlug reageren. Oké. Okay. Ah, Naast een vraag. Ja, ik heb een vraag. Verkeerd of... is er net bij die kinderen natuurlijk, maar ik denk dat heks hoe dat kinderen denk ik. ik Zijn gaan verkeerd van toen vervangen. Nee, ja. ja, ja. Maar slissen vraag even vallen, eens spontaan, dit je. En de, even de camera naar de camera's, Jen. Die is weer een gegeerde lamp te baan. Ja, en aan oh ja. alle geert van toen, net. Meestal zijn we zo. Ja, nee, ik ben net die gek. <laughs> ah, <boy, boy>, <laughs> ik ben boy. net die geek, zei hij dat ook? Nou? Nee, dat zei ik net. <laughs> <laughs> nee, nee, geert. Nee, hè. Oh. nou, we hey, Brander Lucht zo. Ja, ja. kinderen, we zijn weer live. Ach ja. Welke speler van Cambuur Kambur spelen hier bij Jong Az? Nou. Ja. Heel, 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 heel moeilijk is het net, hè? Wat zouden zijn? Wat, wat een trainer is. Ik ken, je, is, ik ken je is Rico ja, ja, natuurlijk. Zet wel even je adres bij, want oors, dan weet je het, dan weet je Savisa. Uh, en mailen net. naar sport omroepfriesland.nl. Goed zo. Uh, komt er uit een Toondijleid, Henk, nog wat bij deze winter? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Het uh, lijkt er aan wat uh, er nog wat voetgeert. Zo, uh, so we gaan vooral meer We willen jeelt voor uh, Etienne Rijnen. Jouw, dus misschien kennen we daar ietsje mee doorheen. Um, de wie wordt wat een te kwart, maar dan, dan kan dat misschien, krijg ik iets mee doorheen. Uh, we hebben het genoeg op denken jochte kant, denk ik, door Rios Beck en die is Beck. Ja, want KB Kaskili die, die is, is de dus van dat mag... dat dit seizoen net weg. Maar er dan een nieuwe Roosbek komen? Nou, ik, ik vind uh, John Lee van der Meer, die, die is echt aan het weeromkom. Die vond ik een wat flats, die herkende ik net meer toen we gaan. Dus die, die voelde van de week een goed in, Dat shock ik op trainingen. Dat die ik uh, die snel, Ik denk de allersnelste van al jaar, Dus die kan, had er, had er zijn goed, een ato zien kapke goed, de goed verdediger, maar die ken ik voetbal het mij opkomen, dus hoe doet hij het? Maar dan maar nog wat erbij. Ja, doken Smit, hebben, he? Schmid, hebben we je wel eens neemt? Ja, nou, dat is ongelooflijk. Af en week, ik word dat doken ja, zo is het, misschien oh ja, zo is het misschien ik wel huren kennen. Ja, toch als je het op de bank bij helmond sport, dus hij uh, kan wel. Uh, Toevallig voor oh, het eerst hebben, ja, 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 heet, ja. maar, maar doken is een geweldige fan, dus je rint er op beton in ja, maar die maakt het die maakt in, een, in een groep. We zullen samen passen kennen. Alleen wat willen we? Wil we terug nou en, en misschien kerst wat, 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 wat jongs erbij krijgen. Um, maar het maakt eerst wel beter wijzen dan wat er is. En daar zitten we nu ook mee, want, Shake, jij er Milan Smit, maar ik denk dat, uh, dat 90% van de KKD-ploegen heel graag Milan Smit op Linksboetna willen. Dat die graag zeggen, nou, maar die Linksboet kom maar bij u. Wil je hem net met Linksboet kom maar bij u. Want die jongen die ontwikkelt zich geweldig. Uh, 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 hoe vies dat dan? Want ja, in, van origine is hij uiteindelijk natuurlijk een spits. Ja. Smit. Ik vind het wel een vondst onder linkerkant. Maar... Nou, dat is net een vondst. Ik heb hem voor je uh, snel de Martin, aan het begin van het seizoen. Nou ja, maar hij Waar... doet het nou heel erg goed. Sander van der Heijden ziet je les nek, en die zei van het is eigenlijk best wel heel veel. Want van die hele grote sterke kerels daar voorin. Ja, dat is gewoon maar, heel veel te verdedigen. Hij kan ik goed voetbal. Hij kan goed Maar die lange wordt ik steeds beter. Die, die had assisten. Dus als het wat meer vrij list, hij kan het altijd vrij list. Want als toen. Um, um, Slechts een tegenstander druk zet en wegkomende komen de ruimtes. Maar zo, als hij naar binnen spelen gaat, dan maak je stiekem ruimte tegen voor hoor. Dus daar maken we heel goed naar Sjen. Lees niet dat 5-3-2, toen hebben we misschien Eindhoven we naar binnen gezet. Toen liepen we de linkerkant op komen, toen moesten ze eigenlijk wat waan. Dus toen kregen we heel volle voorzetten maar we nu eigenlijk hier hebben we beter uitspeling gemaakt. Maar nu hebben we zijn maar wat breder gebleven, want dan maak je de ruimte uh, wat langs voorbij was. Nou, en en daar moest ook goed naar zijn, maar die jongen die 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 ken gewoon Trondwijk. Ik vind het een hartstikke goeielingsboet. Want Adodo dropte het vorige week of tawik Linda dat de ja, het is op ziek naar een Rogsbek, maar meer op ziek naar een spits. Tawik van heeft een ook mij verteld. Ik ben op ziek naar een spits, net naar een bek, maar die kameraden die dachten bij scoop. Die camera. Die camera. Ja, die, ja. die denkt. Ik heb hem een scoop te pakken. Van, van de trainer van Cambuur. Ja, maar die ziet hem gewoon buurst, toch? <laughs> ja. Ik mag net alles vertellen. Nee, maar dus maar ik, ze heeft er nog over, Henk. Ze ja. heeft er ja. nog over. Ja, maar ik ga ik wel een keer zijn keer over een bekhelm, Een Deense back. Lager back. Ja. <laughs> en toen ze vertelde de me, zei hij, ja, je hij een bek, back? Lager back. <laughs> ja. Heb je gewoon geintje. Maar komt er een spits? Nee, ik had, ik had spitsen. Dus er komt geen spits. Het zat nooit er komt geen spits. Alleen ik had. die. En waar is dit nou misgekomen dan? <laughs> uh, ben niet twee kameraden. <laughs> Ja. hij laat ja. me alles inblazen. Is het een baan in jezelf? Nee, nee. nee <laughs> de kameraden. Als nee, ja. nou, je wist, er zijn altijd was ding die spelen. En um, Roberts in contract rent ik ook. En um, komt er iets voor Roberts, misschien zei hij ik wel, ik wil voor. Dus je voor alles vind ik in de gaten houden. Als nou oh. joost, dan zullen ze met een reusback gaan met naar een linksboete. Maar terugkomt, wat kijk, zei ik vind hem goed, Milan. Maar er zit achter ik al je jonge jongens. Dus had ik nog in herrie, dan mag die ik echt goed wijzen. Better als Wie je bekoestra en Ivan Hendstra. En, en eigenlijk beter dan Milan Smit. Maar wie is dat? Hij nou ja. maakt die wel heli? Voor Van het budget, inderdaad. Dat biedt hij ja. al dat je hem had. Dus dan mag Milan op een bank zetten voor iemand die eerst een warm-up van twee maanden had. Nou ja, dan rijdt hij vaak geblesseerd, Dan maakt Milan Smit er niet. ben ik Milan Smit er Dus je moet wel heel goed denken wat je doet. Rioogs hebben zwieren blessuren. Dus daar kan zei je, bam, daar maken we het wel. Maar die jonge jongens, ik. Maar er komen nog volle meer jonge jongens aan. Dus het is. Schaapman, best van onder de indruk. Ja, die ken goed. Dat vind ik echt dat vind ik echt een goeie voetbal. Ja, maar ik ben volle de jonge jongens die je schrekkelnoemt. Dan haast ik naar Ivan Henstra, maar dan had ik Van der Veen, Joram Van der Veen. Dan haast Tony Jonkers. Die jongen iets het snits neemt, de Joram Van der Veen. ja. Maar El Hilali. Uh, Hé, hey, hey, hey. Ja, die ja. Visser. ja visser. Maar da, die komt trek aan. Die had lang blesseerfest. Ja, maar ik, die hoor, die jongens, toch? Want Mila Smit, je had er echt bij. Maar El Hilali, je hebt erbij. El Hilali. Jongen. El Hilali. Haak, ik even mijn wat vechten, Maarten. Maar dat is ik moeilijk voor die jongen. Want die praat geen goed Engels en zo. Maar die begint ik te komen. Maar waarvan is het talent komt aan het feest? Ja, dat weet ik nog net. Maar daar maar een keuze maar in je. Roelof weet het wel. Ja. Nee, maar, w wie nee, maar wat, wat je nou zegt, Ik vind het ik mooi om die jonge jongens in te brengen mat ik dan een noorheli? Want als noorheli, ja, die komt bij verwachtingen. En het niveau is, vind ik, net heug, in de zin van dat wij samen een kampioen worden. Maar is vrij heug om er niet te spelen. Wij hier toen Milan van Ewijk, die kwam op buizen en die zei na, na twaalf wedstrijden, vier wedstrijd, trainer, Dit is even wennen. Toen kwam we op de bank voor doken smieren. is natuurlijk een van de grootste talenten van Nederland en die door het geweld. en ik een hele leuke gast. Maar maar dan mag je wel even samen mee draaien in ja. dat maar, druk maar is dan het liefst mooie hele jonge talenten want er is eigenlijk maar één man van 28 hier in de selectie en die heeft de iets zo de het. Ja. Zo maar, van de water. Ja, maar het maakt het mij niks uit ik ik uh, uh, mijn mijn, mijn, mijn oude jongens speel speel ik mijn oudere jongens, mijn jonge jongens speel mijn jonge jongens. Dat mij als trainer waar je je komt de steen speel je mij. maar wat is er nou ook echt gebeurd met ja. Sylvester van der Waal? Daar ben ik nou wel echt even, heel erg benijd nou. De steen. Er is natuurlijk wel wat gebeurd, want oorzet je hem net gewoon definitief buiten de selectie. Begin waarom naar Maastricht? Want daar is het gebeurd. Daar saffolle weten. We. Ja, dat weten. we. Nee, maar daar is, is net gebeurd. Het is over langere tijd dat je uh, en ik toen ik het net weer en dat de net verwacht de verwachting brengen kon die die die, die jaren. Nou, en daar is wat gebeurd uh, en net mijn vecht of zo. He, maar. Uh, en wat er, we keer nog een vraag, ben je Vreede hoe het maar Henk Noos is. Ja, die Noos voor mij is goed. Jij wie wordt verkauwd voor wie? Ik het niet. Nee, maar zeg je het net, zeg je he. het uh, net, maar zodoe je het net. Maar hij viel hem Grutter als de club, misschien wel. Sylvester van der Water. Grutter dan ja, de kandidaat. is, niet eens, niet eens bewust denk ik. Maar, maar uh, het gaat erom hoe doe je ding en dat ga je hem zelfs doen. Hoe voetbal je, hoe verdedig je. Nou, en daar ga ik een orenmering horen. dan hij. En dat mij. Door wij net raar kwamen, want dat mag je nooit Want je mag nooit je meeste beschadigen. wij hopen, en ik hoop je, dat Sylvester een hele goede club, uh, club krijgt. En, en oorsom, dat ga ik net raasje meer. Hij feliciteert me met de overwinning. Is hartstikke netjes. Ja, maar Safir is het wel. Hij komt nooit weer, waarom, in het eerste van Cambuur? Hij zeker nou nooit. Het had toen wel zijn, we in de winterstap weer. En, en de winterstap is over twee weken. Maar wat ja. maakt hij het om waarom te komen dan? Nou, had hij net voort kent. En, en hij doet nog geweldig zijn best. En, uh, en hij. Ja, hij doet geweldig zijn best. Uh, bij onder 21. Als ik mm. echt geen klacht meer. Ja? Echt net. Ja, dan uh, werden. Hem... Dat is zo wat we. Dat was nog maar een bellen. maar Sylvester van de Water. Ja. Nou, wat zei hij? Hij naam op. Hij naam op. Ja. Hé, uh, hey, Ander, eindelijk, de best. Ja, denk je. Want dan woest natuurlijk een exclusief interview. Nou nee, ja, wij hebben natuurlijk. Uh, uh, ja, je wilde de beide kanten van het verhaal. Jere, uh, we Jere ik al uh, contact gewoon. met, uh, met je zaak wanneer. Uh, ik gewoon even hoe dat mijn bier, maar uh, dat standpunt van wat toen die zaak wanneer mijn bier dat hier hij nog steeds en dat, dat standpunt is, net is dat dat zij uh, net naar boetinta komen hij traint gewoon lekker mee hij ja. doet zijn ding en, hij doet echt zijn ding ja jongens hij, uh, het is echt zo uh, that's it oké okay, maar dat boek is dus nog net definitief dicht dan had ik het zayeer nou ja uh, ik vind at, at meisje, dat de meeste best een keer wat wijzen uh, maar als er op een gegeven moment net een oplossing komt dan vind ik dat mij wel weer samenwerken. En dan haak ik, die hakken dan het zo hoor, maar mijn nadeniën. Nee, maar idealiter zou er nou een je club komen van Sylvester van der Water? Nou, dat zou voor Sylvester prachtig werd, zou voor ons goed werden, maar zo niet. ging ik gewoon met die beste jongens zitten. En, uh... vertel ze nou het hele verhaal over alles wat er gebeurd is, of binnen ik dingen van zei ja die jongen gebeurt maar die kan ik nou iemand vertellen in. De nee, building. maar dat, dat is toch logisch. Maar net nee. in de zin van bieten okay, of slaan maar... slaan of zo. Nee, nee, maar hoe ding hoe voetbal ik dat dat vertel ik net al ja. Dat jij toch niet zag? Nee. Nee nee, 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 maar het is wel heel als, belangrijk als dat uh, uh, zo, je opzettelijk de selectie dan En door ze vervolgens het verhaal van: ja, uh, we, we kennen het steeds heel goed en het is een best jonkje en we knuffelen. Uh, maar nee, dat, we hebben heel duidelijk, best dat wij een verschil van inzicht hebben hoe we voetballen. worden. Ja, Oké, okay, maar als je alleen nog maar een verschil van inzicht hebben, dan zet je toch net in helemaal uw selectie als alleen nog dat het is. Het is toch wel meer en dan je En dan gaat het op de manier waarop hoe je voetbal je en wat er omheen gebeurt. En, en, uh, ja, nou, daar gaat het om. Als doe je dat net. Ja nee Dus, dus meer dan, dan maar een verschil van inzicht. Nee, het, het is een verschil. van. Ik vind dat een verschil van inzicht. Hoe, hoe ik het beleef en hoe wij het beleven als club. En hoe, hoe, op dat moment uh, uh, van de water. Hey, maar maar uh, verder. Ja, dit, dit is ik weer overgaan tot de orde van de dag. Zo is het. Ja. En dan is het dus mij een bellen. En dat wierde ik wel een beetje nu verputteer, toch? Gaat het mij lusten. Nou nee, maar dat zouden ze dus toch van ja, een ja, bij hebben die... we hebben we hebben lunchmachine al, je wie wat nu verpeteert. Uh, en ook ik, van het is nu nieuwe dus van we hebben, is dat waar. <laughs> en het uh, Het goed maar en hij, uh, uh, nou hij doet zijn best en uh, via de uh, woogie interviews interviews dat weet Oké. Okay. jongens, hij doet echt zijn best, echt. Dus daarom zei ik, oké, okay, we zien wat er gebeurt. Eigenlijk maak ik gewoon voor, maar je, het, het ben wel mensen, hè, wij zijn werkers. Michael Breij nog dat doet ding van vol. Uh, nee dit seizoen denk ik ja. Nee dit seizoen. Ja, hij heeft een all-in uh, contract um, en hij heeft natuurlijk, hij zit, uh, is de speler die het langst nou bij Cambuur speelt. Ja. En de vernieuwste ik wil hem Hij had het jij Dus Je had eigenlijk dit, Je had hij altijd wat tussen de basis en de bank pendelen. Ook onder onderdijen. Hij wie ja. nooit echt. Uh, de, de eerste die het op het uh, wedstrijdformulier staat. En de dat ideale is... tof de man en nou is hij de beste speler van Cambuur. Nou, Dotterdorf had zich goed, Nou, wordt er altijd te dus zien van de eerste invult. Uh, hij heeft nog acht doelpunten maken en er wordt in het voetbalsoen statistieken. het ja. heeft nog nooit een honderd assists leveren. Die is op de helft van de competitie. Uh, en hij wil nog een keer een, een mooie stap zetten. Naar Zeven negen Misschien is dat beter dat hij dat zelf vertelt. Ja. Het is alleen maar mooi als je in de belangstelling staat van de clubs. Maar uh, dat, uh, als er wat komt, komt het pas in de winter. Dus. Uh, moet ik nog even drie, vier weken wachten? Maar je gaat toch niet in de winter uh, uh, af, al weg? Dat zou dan toch eventueel na het seizoen zijn? Of heb je wel zoiets van, nou ja, stel dat er iets komt in de winter? Nou, nee, nee, dat denk ik niet. Uh, ik, uh, ik, uh, tenzij Arsenal komt, dan ben ik wel weg. Maar, dat vergeven ze je hier, denk yeah. ik wel. Nee, maar uh, ik heb uh, nog een half jaar contract en uh, die wil ik graag uh, afmaken. Alleen, ja, je weet nooit uh, wat er komt. Hè? Dus, uh, maar goed, uh, eigenlijk wil ik daar ook niet, uh, niet eens uh, naar kijken. Ik wil de vier wedstrijden goed afsluiten en dan uh, fijn kerst en oud en nieuw vieren. Wat pilsjes drinken en dan uh, zien we wel wat er komt. Is er eens dan wat interesse, Andor? Uh, net dat ik weet. Oké. Okay. Wist jij dat, Henk? Nee, ik ga het net zeggen. Ja. Nee. Ja, maar hij maakt mooi, het seizoenbuis, oma. Het binnen een peer dingetje, hè waar hij nog veel better in wil ik Maar is hij wel daar onder een stap heger op al? Nou, het gaat ook kansen. En, en hij is no-vol in een leeftijd, maar ik in een. door hoe wij voetballen en wat hij doet zelf, ik, hè, wat, en het is ook nog een hele leuke gast in de groep. Uh, hoe hij uitstraalt, het is ik een frisse gast. Ja, is het wel een kans voor hem om misschien naar in Indonesië of San te gaan? Uh, Daar zou hij wel een, een held worden, denk ik. Het is een Mooi mannetje. Ja, dat is een... maar, Hij is speciaal. Ik wel. Hij, is speciaal. Ja. hij is speciaal. Ik in je benadering. Ja. Ja, ja, nee, ik heb hem thuis best een grappig ventje. Ja, hij is grappig, maar hij ken ik. Uh, leuk, hè? sympathiek. Hij, ja. hij is sympathiek, ja. maar hij ken ik oors. Ah, oh, dat nee, net. Ja, ja. Dan ken ik oors. Dan wordt het leuk. wat Amsterdamse. En dat is oh, ik mooi. Ja. Dat is ik mooi. He, dus het is altijd een spulmij. Ik, ik, ik vind het een machtige jongen mij te werken. Maar ga ja. je eigenlijk net die contract verlengen? Nou, dat zullen we zeggen wat nou uh, wat door het vertrek van etienne. Hè? Dus, ik moest je herinneren, nog zien een vergadering van met ja, ik Zo, maar, uh, bedankt, bedankt. Nee, we nee, moeten deze week zitten. He, nou, uh, we zoen vorige week. En dat, Toi, dat, zie dat week zie ik, toen corona. Maar we moeten nog deze week een we zitten. Dat geven we Moemiana of We dus Zoen is tongje, maar Nicky Bonser-Cimem uh, is overleden. Dus uh, maar we naar de crematie. Um, maar maar, er moet nou wel besluiten noemen worden, hè? spelen, spelers? Wat wollen we nou? Ja, en dat, over dat doven Ja, maar heeft er trouwens een stem in de nijen? Technisch directeur, de opvolger van Etienne Rein, heeft er een stemming? Ja, maar we lezen gewoon alles samen. Ja. ja. Maar als je dat leidt, trek ik wel aan. We hebben mijn contract verlengd, dat ik, dat dan, dan, het, natuurlijk, dan snap ik dat, dat ik daar helemaal niks hoe de zetel En als ze zegt van Henk, we stonden ook technisch manager dan zie ik een ziekenhouder trainers, Hoe zat ik wel of hij van nee, Henk. Nee, ik woon ook nog net. Ik woon ook okay. nog net. Ik vind het zo leuk om te trainen te werken. Dat, ah, dat is zo leuk. Ik met die stafleden, maar ik met die spelers. En... Ja. Ja, maar maar doe eerst aanstaande dat die evaluatie. Mooi art, ja. Arte de, de algemeen directeur. Ja. dat Zil ergens in december, begin januari zijn Nou, ik denk dat wij na je week zitten gaan horen uh, hoe het fysiek al je dat gang het Esther, hè, He? is het fysiek mogelijk om, om trainer te zijn? Ja. Dat snap ik. Maar dat voelt niet goed. Jouw... Ah ja, make feel me as Dus ik En heb... de resultaten zijn ik... goed. Ja, maar ik kan maar geen muur praten. Hè? Maar wat zit de verlenging maar in? Maar dat zitzijt hangt, want zo. dat zit u zich altijd doen. Ja, prachtig ja, is dat. Ik ja. Kan ja. met die kan doet praten niet in. Ah, ja. nou, dat zal ik wel eens wel zo als Dat is graag maar rulen praten moest. Wat is dit voor frame? Een... Klopt het, Henk? Ja, hij zei dus toen: Heren, fijn best. Maar ik zei: Nou, nou ja, dat, klopt. Is, dat weten we. toch? Nee, ja, en hij zei: een je, man? Leer het af, gewoon even niet te werken. Wij ja, hier met de om mijn contract. Evaluatie. Evaluatie. Nou, dit eerste hoor: ben ik een fit voor? Ja. Ja, ik ben een fit genoeg, dus ik ken seizoen oud, Nou, en dan ging Art en ik zitten. Uh, en dan is het binnen een uur gecleerd? Dus... Nou, dat kan samen kleer worden. Ja, dus dan tekenen ze een contract voor het leven? Nee, dat is wat leven. het als sowieso, het kent samen Oorswijs. Als je ziek ik binnen en dan mag ze me van het leven erop betalen, dat zoek ik nooit aan. Maar dus in principe, zo... Henk, want er daar komen, daar komen clubs die daar. Daar hebben we je Clubs Westen al ja. ja. hier. Uh, stel, er komen clubs, maar dan kist ik mijn Kamer het je Stadion niet. Ja, ik denk, ik mijn Kamer het Stadion Dat heb die voorkeur. Wat voor club er komt? Nou, dat gaat voor mij voorkeur. Als wij er dan nou uitkomen, dan, dan doe ik dat. Ja. Want ik en het vind... was wel heel raar in het Worden-Hem de uitkomen. Nee, het kan bijvoorbeeld, dan komen we eruit. Kanbuur had gewoon mijn contract troebel betaald niet heel lang. De ik, ik kreeg gewoon mijn geld. Ja, dat, ik vind dat ken ik. Niet, ik ken het voor geen. Nee. Nou, dan komt het goed Henk. Want Kanbuur, uh, kind, daar net net kant zetten. Dat is een held in jouw Het, uh, de wilt al praten over mat wat, wat standbeeld voor Henk, met het naar je stadion zetten of op het allereerste Cherkhof. Kambuur, als Kambuur ja, daar uitzet, dan, dan jagen ze de de meesten te tegen Harry nee, maar ik, Dus ik, zij ik, ik, maar daar door. Dan ben ik ik net net standbeeld. Ik hoor net, ik hoor net een uh, ik net een, uh, een hoeken van het stadion. Ik hoor net de wc's van het stadion. Uh, die ik, ben wil, verkeerde ik, wil gewoon, ik wil gewoon lekker bij deze club werken hier. Het is zo'n aparte, unieke club. Waar ik eigenlijk gewoon mijn eigen gang nee, ben. Ik bedoel, ik ben natuurlijk onder de directie. Maar ik mijn, mijn eigen ding doen, hoe ik denk dat het goed is. Wij hebben die kans. En ik wist nog, uh, natuurlijk als wij verliezen, ben ik wel kritisch geweest. Maar de meesten staan ik naar achter me. Nou, dan maak ik mij net beskaart. Dan, dan had ik daar toch trainerwijze. Ja, is is al als, een... als FC Volendam komt, dan zei ik niet meer water die Telly treit om meer. Toch nee. had ik, had dat wist ik vast. Nee. Dat is geen veroordeling. Dus nee, maar had dan, ik mijn maar... contract tekenen? bij bekam weer een bloek. Ja, maar waarom heeft er eigenlijk nooit een Gruttere Club West vandaar. Want hij is bij de Graafskap werken bij, ja. en bij Kambuur. Je ja. wist fjouw uh, keer. Uh, ja. En bij hè? Dat is toch wel een koud miniature ja, assistent. God, God, maar, ja. heb tijd, maar maak ik mooi team, maar maak ik als trainer en, en als assistent dan. He, maar dat is jouw een keer promoveren? Ja. Corona maar rekenen? Ja, de corona maar rekenen, ja. Het dus. keer promoveren van de KKD naar de Eerste Kamer. Kijk, kampioen met Cambuur, dat was netjes. Ja, maar dat, dat is net een trainer die dat zezen ze kind. Ja, nee, met en, 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 en Curver. Misschien, uh, de, de uh, waardering op voetbalgebied, die begint over te komen. He, dus iedereen weet nou hoe het zit. Maar vroeger werd het altijd, ja, people manager en dit en dat. Um, en dat is misschien, ik mijn mijn nadeel, was, maar ik ben blij dat ik een goed meisje ben. En dan ben ik liever een people manager of een, of een goed meisje, dan mezelf op het voetstuk zetten dat ik een hele geweldige, moeilijk pratende trainer ben. Dat ben ik niet. Dus ik praat gewoon zoals ik wil en ik voetbal op een leuke manier. Ja, en had dat. Altijd net genoeg is. Oké, okay, clear. Ja, maar wie misschien wat gekker giet hè? om te zeggen van we het een contract voor het leven, maar de er net um, onwelwillend, onwelwillend. Onwelwillend in om gewoon die leven lang nog of de rest van die carrière gewoon bij Cambio trainer te wijzen. Nee, dan maar maar dat is goed en ik zou ik zou ook wel een enorme rol kennen. Ik vind, Kambi, vind ik vind prachtig. Komt naar je nice stadion, We kennen volle volle en een lange maar, maar toch maar... denk ik dat die een drijf om te eh naar dat zijn goede trainer bist en om te presteren, groter is dan die dan de wil om bij Cambio te blijven ja woe, dat, dat dat snap ik wel wat toen zei het of sinds maak ik het zo so, had er nou uh, oh, een keer een zo so, had ik nou verleng vind ik bekambe dan mij, dan dokter ja maar had er nijno een keer ik, ik, ben, ik ben net al hard geweest ja dat is maar net met vier wie door die en er komt nog een keer een een hele mooie club ja dan zei het heel kambe zei het henk en dan. en zei het henk zelf ik maar maar ik ben super gelockig dus dus altijd had ik je blue als trainer zo ja, ja. 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 so, ik kreeg naar boedelander wist u en dan kookte echt Echt een heulen, maar toen werd ik weer ziek. Dus dat had je rauw zijn. Die Japans is ik net zo goed toch? Nee, maar, maar dat ged ik op San Hoop je wel. Dus kreeg Ze krieg ze dan kom ik als draag. En draag. Uh, maar toen zei ik, nou dat ken net. Misschien ken ik net zo in mijn kanburg. Het week een keer ja, bij de graafschap. Dan weet ik een mooie club. Ik zei dat kenner, We steed je een onderaan met de Graafschap? dan ging ik net voor. Nee. Ja, ik, ik, ik denk dat misschien dat ik weet dat ik er gewoon niet. Maar daarom heeft dus Aasten dat, dat uh, evaluatie mooi met Atta Dus dan wordt het nog even voor dat Geride Spitsen hier onder de slag komt bij in bij Kambur. Ja, mooi hè. Geride, train ik als lietz van zij hier. Bij Snits. Bij Snits. Dan ik trainer van het eerst voor Snits. En dan dik ik een stukje jeugd. En uh, dan ziet uh, Geride Spitsen mijn de swan van Anna Hettinga en zo. Dan trainde ik dat ploegje. En die koek goed voetbal. Ja. Geride? En ik ga ja? altijd nog contact haar. Maar ze had juist het, dus zo van haar Grutte Dream, naar haar actieve carrière als speelster, was ze het liefst trainen wilde bij de Marley van Ajax. Ja, maar doe zij als Ja, maar ja, goed, ja. Om dit is dit een frieske podcast. kan. is alleen maar door een Ajax. Zij is het. Oh. volle moeilijker. Oh, uh -huh. <laughs> net al. Ik zei, maar België. Maar dat is. Ik begint aan mijn poorten te zagen. Ja, maar, maar dat kind, dus wel, een, een vrouw in het betellen voetbal bij de Marley? Ja, dat denk ik wel. Union Berlin had Jouw uh, witt een uh, nije vrouwelijke assistent trainer. Ja, maar dat is, nog, dat is nog een assistent, of is dat wat we dat zien als een eerste stap? Uh, ja, denk ik wel toch? Ja, ik, dat is. Maar, uh, maar een vrouw nog een goed is ja, natuurlijk. Ja, dat maakt een rol in Het mij niks uit. Als, Zet er een vrouw in de skill. Als je ervan vindt, uh, op ziekt, mag naar een oren, dat je oor omdat Kees van Wonder een Fokker dat wat en ik zoek. Uh, je ervindt uh, alles rondomstaande Serine Wiegman te krijgen. Wel net. Ja. Ik denk dat het idee trouwens volgens mij is. Het is je wel vindt, wennen. Ervan, maar, ja, maar uh, Het is wel wennen, was toen zei je Maar ja, at, at een vrouw nog niet goed is een man. Ja, natuurlijk. Ik vind ja, ik maar Skype-zijde: vrouw een fluitje. Ja. Ja, en, uh, en het Vanke wat, wat grensrechter is, die krijgt elke keer alles om rennen. Uh, je je goeie zin ja, van ja, het woord. He? Ja. Nou, het is en een en hele mooie vrouw. En, ja, het is <laughs> een hele mooie vrouw. Ik dan prachtig, maar wat een leuke, leuke vrouw. En ze doet hartstikke goed. Een prachtige maar, maar nog even waarom dan, Roelof? Want, want uh, Kees van Wonder is een contract erin, toch? Dat eigenlijk hier opperen ja. voor uh, Serena Wiegman, maar de nieuwe trainer wil bij JRV. Kees moet zijn plaats afstaan aan uh, Serena nee. ah, Maar is contract, contract erin, Kees doet het blokken ja. goed. En, en dan gun ik hem, ik kees een goede collega. En wie lijst, een keer met kritiek. En dat hij ik, woon, schrijven dat maar op neem, dat je rustig bloed en draait het altijd weer om en, en ik vind het hartstikke mooi dat het weer voor Ja, want dat wie het wel vertolven, het is nou bij jou, het rijden. <laughs> ja. ja, ik vind met alles het te omdat het contract, natuurlijk luxe allemaal om te verlengen. Dat vind ik echt. Ik vind echt dat Kees een toptrainer een toptrainer is. Dat, 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 dat denk ik echt. En ik een gewoon meisje die eigenlijk wel gewoon bij, bij, bij een Friese Club post. Het is gewoon ja, normaal is dat net, is dat net, net een tikkeltje opportunistisch. Ja, weet ik niet. ik ja, kan het toch, niet zijn op het moment dat ze krijgt uh, op die ja. de heer Gevlen hadden. Dus ik, het gaat een voorraad, maar ik, ik vind mezelf niet in, in deze niet op het Ik zit hier nou Orenlieren in Friesland. Ik ja. neem aan dat Jim op basis van Orenlieren net een opportunistisch besluit neemt om nou met hem te verlengen. Ik bedoel, je zicht op hoe hij werkt, hoe hij erop zit in de club. Dat is net opportunistisch. Maar, hey, maar ik Roo, Roo, weet het ook, ik wil het het he, ja. ja. maar. en die site dat. Ja. Ja. Dus, nee, maar ik nee, sta Interviews doen aan, weet ma je hem eh, net hoe dril maar, ja, uh, maar uh, ik ben wel heel erg benijd wat die dwang heeft. Want dat ken ik net, dat ken ik net goed. Ja, ik niet. Dat dat wat dat betreft zie ik misschien niet. Jezelf... ik wil weer daar om wat oors maar der Sprutsen... Hij ja, heeft nog een bij de wak op het JRV en de Kamerman en Metanische ah, weer op televisie. Ja, ik zei, Henk de Jong zijn Master Frege, Wil hij nog eens een keer trainen bij JRV Want ik zoom je wel graag hebben. <laughs> ja, dat zijn prototype zijn ja in dracht nek hè ja, ja dat is ja, natuurlijk wel. Ja, ja. je, je, je hebt zelfs een ruglezer van je uh, uh, redelijk betrouwbare romer wie je maar je die zei ja had ik nog teeterhoen op, om Op het ULT te trainen wie je maar riemer ja dat bief niet ding jongen ja, uh, uh, oh nee maar dat weer mijn de voorzitter ja. ik je met golven van vappen oh, ja. en dan ziet oh, de voorzitter en ja. dan ziet uh, ik zei, noem maar, ik neem net riemer dan zeker van de velde en dan ziet van haniger en die man, en dan moest de Henky. kom er een bij. <laughs> dus, uh, nou ja, dan krijg je van de man, krijgt even de jaren. Hè? En uh, wacht je, want uh, dat komt vrij en uh, nou ja, zo, maar dat komt vrij en, de ja. De wie, wacht je? Ja, wacht je, wacht je, wacht. je, wacht je, wacht je. Wacht je. Maar mooi dan, ja, nou, maar, oei, man, oei, maar oei man, het toch wel mooi. is maar wel een mooie als ik nog in die, die man, die ben, die ben, gewoon super trots dat, dat wij goede En die ben trots op mij en die ken mij als een jonge jongen. En Fappen wie gewoon, en waar is bij? Die kijk ik altijd berichten van. Ik wie gewoon, jonkie, van Sontje, seksie Sontje niet. Toen wie papa, mijn leraar. en Heb en je niet een leermeester? Mijn leraar. Ja, maar dat ik leer. leermeester. En leermeester. Want we, maar hier heb ik Hans Westerhof En hier hebben we Henk Gemser En hier hebben we Tjaard Kloosterboer. En hier we Tjalling van der Bergen. En Diederik Franken. Dus dat zie wie toen gewoon, nou dat, toen wien die mannen net de top van de wereld. Hè. Letten we, zijn gewoon top. Wietzeet, Foppe zit bij ONS. Nee, Foppe zit bij ACV. ACV. Hans ja. Westerhof zit bij ONS. En dat winnen gewoon eens leren aan. Maar snij je hoe, hoe besmet wij worden met, met het sportvirus, het voetbalvirus. Ja. Tack en... Wieken week zit Foppe de Haan aan deze tafel. Nou, dan is meer een week wil je mooi met je buitenzit zitten. Ja, dan nee, hebben we Rolof de dus kind. Nee, net als oh. de Raadse in Hoe was het altijd, Raadse en Nee, dat is wat voor Nee, Dat is de in heel soort mensen. Ik heb het me net persoonlijk gewoon... Maar vooral die Maar goed, jongens... Eh, maar, zo, neem, maar hoe je er vindt, het zou toch nog gewoon een soort van weenswijze zijn om, om een komt te leren? Nee. Nee nee nee, 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 nee. nee, waarom nee, Ik denk dat dat, dat, dat gewoon... Uh, gepasseerd is. Dat ken ik net. En en ik ik oh, kule, altijd nog Nee, niet. maar dat maken we net doen. Dat, dat we Ik ik bloem mooi Cambuur of ik naar Zo zin. En ik gun je het allerbeste. Dat weet ik iedereen. En ik ken er gewoon nee. door rennen. Ik ken gewoon door die door die uh, de noord, uh, noordzijde ik krijg ik een mooi cadeautje van ik weer. En ik nee. ken gewoon door heen rennen. Sahar wordt mooi. Ik ik respect voor Hereveen, daar ga ik werken. Uh, en ik vind dat we het wat mooi zitten. Dus dat was nooit bij Beerveen. Nee. Nooit. Nee. Oké. Okay. Houden we nu een wie de eerlijkste ledenvergadering van de Oversterre Tocht? Machtig. Hester West? Ja. Nee, ik ben er net West, ik ben wel lid. Ja, dat je is ik gedaan. Ja, dat Ik heb aangemeld aan het de telefoon. Want ik had IS achter op wat dingen, hebben we dan even hoor. En dan ben je de maaster toch? Ik ben de maaster van Borneburg. Ik ga achter het Hoeslecht. Kinderen Riedenwurne in Boren-Burgum? Nou, op dit moment. Uh, oh, nee. <laughs> nee. <laughs> nee. nee, hebben we nee. We hebben, IJs? We hebben ijs. Het moest toch, Toen de Hoeslecht moest, het moest, het moest, het moest ik uh, akkoord ging met het feit ja. dat de ja. van Borneburg Ja, en dan was recht voor redebuus. Ja. Dus, dus de meisjes, voor een ien hè, dan de het hekje zetten, en dan komen al die meisjes, die komen buis erin. Maar Henk is een goede is een goede maat van mij, Henk aangenet. Dus, en en dan wist ik en vertelde hij me even, hè, dat dat, uh, dat er mij, mij even van benten, dat het om het even twieren. Hij is Derek boven West. We en dan uh, zul ze hem ooit, ik riden, toch, is zo'n jongetje, die net drog. Nee, toen kreeg ik Diana hier ween, dat wie het op Vjouer, wanneer wie de elfstenen, wie ja, Vjouer, die Diana hier elfstenen, hier ween. Toen kreeg ik net riden. En zonneweer de jongens geboren, dus ik ben kaal ruzie, meer ervan. Als je doet oversterren toch, dan krijg je toch altijd een beetje de kriebels. Heb je hem net hek? Ja, ik vind de andere heb je niet hoort wie is zo'n jongen toch? Traaien. Traaien. Het is nou oorzen zo waar. Het is het keld in het noorden, in het oosten. Het is oren, win en. Hij komt. Hij komt? Ja, kerst dan nog ieder maar niet knibbels. Nee, ik denk het net meer. Ik dwarre het net aan met mijn hollen, dus ik moet overwegen om ondersteunend lid te worden. Ondersteunend lid. Ja. ja. Maar achter want dat, we hebben nog meer Nice jongens. Het is eigenlijk alweer over de record. Mooi, hebben net zesen. Maar omroep Friesloon is Rijtholder. Teger dus bij de NOS. En wat betekent dat? Dan mooi wij. Bij de NOS als jij op het ijs komen. Dus okay. dat betekent dat CNN. Die had liege volle jochten als uh, RTV. En wat is Friesland. Dus alleen nog Omroep Friesland wat En lach. de NOS die mooi op het ijs komen. En uh, nou, dat het wiebewierelijk van u regelen. En als het terug is en de overstejlen is in een weekcoin, dan wordt het voetbal al jaar op I en daar. Dus als de overstejde op sneun is, dan wordt al het voetbal die op sneun Ja, dat is terecht. Is terecht. Maar ik zou het zoiets... mooi vinden van wie bewilliging ik dat, 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 dat die als steekdag gewoon komt. Ja. Kan ja, ja, ja. uh, uh, dat. Kamerad... Trouwens, vrij Rutte, dat hij best iets aan zijn net trokje heeft. ik ben er net. Nee, dan is er <laughs> nee. Oh, dan hebben we nog meer nijs. Had de Kan u het net? Ja, ik denk dat Buma dat ik wil uh, inzet. dat kan u net spelen. Een die voor of na je een eventuele halve Buma is net voor toch? dag. Het gaat over één nacht dijs. Buma maakt nooit mooi zwaar hier dat Ian Augustus. Dat na je stadion kleren is. Oeh. De gemeenteraad een De gemeenteraad, een buurman zit wel achter me. En uh, achter de club. Maar de gemeenteraad maakt nodig voor zwaar. Dat het stadion, 1 augustus, daar hebben we gewoon hulp benodigd Dat maakt Je kent net eerst, weer trainen het wedstrijd in het orde stadion... En misschien al wel twaalf wedstrijden langer. En het maakt nu aan. Ik bam. He? Voor hulp jou, het maakt het nou. En opstreek, maakt het nou straks klerenwijzig. Maar wanneer zit de gemeenteraad hier een klap op Jan? Wist u dat anders? Ja, ergens. Ik liep dat er in december nog geen besluit over valt, maar eventueel januari is. Maar ja, elke krijgt nooit een maar... dus tussen een art en Henk. Ja, dan? precies. Nee, elke week dat het letter wordt, eh, ja, kim mogelijk natuurlijk echt weer vertraging op smieten, dus het is aliewol een wankel proces. Ja. Ah, we doe sure. net daar een stadion wat net bespelen wordt. Uh, vroeg of laat, maar toch klaar. Uh, en, en het is al je staande dus het, ik snap ik hoor dat er een wat weerstandje is maar de kerst net zin hoor. Je zag je een opdrachtje maar ook hier van Arteta maar het vol een 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 uh, die gemeente die je onder druk nee, 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 dat zei hard net. Dat dwak ik zelf hoor. Ja, maar die allereerste wedstrijd best... mijn, mijn, mijn supporters dan help ik zeker. Dus dit dwar ik ik te zien. De allereerste wedstrijd in het Naja stadion dan ben je toch nog Ik hoop dat ik dan haar trainer ben, mij. Ja. Wij geen van nu stiekem. Ik, net. ik denk het wel, ja, wat ik zei: de directie. Kin Henk net eruit zetten, want dan is het de hele heel jouw het zin En Dus er is maar één optie. trog je maar Henk. Henk wil trok in. Dus Henk is gewoon uh, echt trainen. Okay, hebben we zo kritisch de... genoeg, geweest, uh, Roerlo? Want dan heeft hij van tevoren wat zwaarder gemaakt. Dat wij net ja, dat we een beeldwijzers zoen voor Henk. Nee, ja, vooral voor Dij. Oh ja, heest die ja. keurig gedroen? We hebben jij een podcast gehad... dat het dat, misschien op het randje, misschien wel een beetje oer, maar Joerd wie keurig. Ja? Arjen helpt me altijd wel goed. Zo so is het. Ja. Zo <laughs> so is het. Jongens, de eindbesluit, de overdenkingen. Zo. En een overdenking, Henk, dan mag je een antwoord op Jan, maar we komen er net op weer Mag Maar ik mij langer dan Ian word. Een mm. overdenking, maar is Doe in die geval, doe maar ik gewoon Kierzaasen. Oh. Ja, dat is heel vervelend. Maar eerst Andor, uh, verslagman van de wedstrijd van Cambuur of verslagman van de Oversteidertocht? Oh, 100 procent Oversteidertocht. Oversteidertocht. wie bevieling of shortzulte? Wie we wieling? En de laatste is van. voor Henk: kampioen of een overstekker kruiske? Kampioen. 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 Ik haal een overstekker kruiske. <laughs> Echt hier? 100 procent. 1986. Oudersma Rien. maar in. Da, ja, daar ik Oh, en een Hesterlien. Domme, domme overdenking eigenlijk. Ja, nou. Dat ja. wie eigenlijk een makkie. Ja, ja. dat is weer een makkie. Hij ja. ja. kennen wel een moeilijke match. Nee, maar dat doe ik net. Goed, eh, ja, jongens. Van van dat Henk. zijn de jongens al. Dat zijn ja. de jongens al. Dat is, is marktje, <laughs> ja. dus van mij een Dat ja. Arjen betekent dus voor Henk. Nou, dan wil je ja, het wel. Ja, ja, ja. ja, Henk, maar die tanks hezen. Vond het ja. leuk dat ze de is. Ja, 3, 3, nee, 3 december. Niet. Wat is er dan? Ja, ja 30 nee, december. Beste gast. Beste gast, ja. Ik ben er. 30 december. Jochen en Tolvoeren op het. Uh, 30 december. Uh, 30 december hebben we een mooi programma. Sport iroë Waarbij we Romsjog gaan maken. Teken uh, Triemstraat bij Gelix. Uh, we hebben uh, de wereldkampioen Roeien. Iemtje en Jan van der Bij. Uh, leuk, we hebben Maat vreemden? Steenbergen. Als uh, zwemster. we hebben binnen nog maar een Otto Oregasten bezig. en dat is van over tot tol vol aan tafel. Maar Jill het Adema. Wat leuk, man. Ja, wat zou hij hier in leuk. Wat leuk, dat vind ik echt vind ik leuk. In je Ideal. deal. Ja. Roel de Roel op door de presentatie. Eindelijk eens een keer leuk vragen. Jongens, ik zou zeggen, ons, na Dan Bimber hey. we er Dan mij foppen de Haan. Tot dan. Dag.